Amber Tisjak, we zijn hier vandaag in Genk. Topaffiches tussen de belofte van Genk en Leuven. Belangrijk voor die herfsttitel in die tweede klasse B. Hoe liep het vandaag? Moeilijke wedstrijd? Ik denk dat we heel goed beginnen. We prikken dan ook na een kwartier en het vertrouwen zat er echt in. Want dan komt Leuven iets verder terug in de wedstrijd en kan Jan daar scoren. Ik denk dat er ook een beetje van de zenuw door ons kwam. Maar na deze goal hebben we ons terug goed herpakt. En ik denk vooral de tweede helft dat we de betere ploeg waren en dat deze winst echt verdiend was. Ja. Jullie winnen, zijn herfstkampioen vandaag. Hoe ziet het voor het vervolg voor 2018? Ja, nu rust nemen even en dan gewoon terug zoals we bezig waren nu en blijven werken. En dan komt het wel goed, denk ik. Ja. En met de A-ploeg, hoe ging het daar? Ik ben lang uit geweest en nu ben ik terug aan het komen eigenlijk. Ja? Dus ik probeer nu terug te komen op mijn niveau te geraken en dan terug aan te pikken bij de training bij de A-ploeg. Oké, ik dank je, proficiat met de herfsttitel en succes voor het vervolg ook. Dank u wel.